Vandaag was de tweede zittingsdag tegen Frank R. Hij wordt verdacht van pedofilie via internet. Er wordt steeds meer duidelijk over zijn werkwijze. Vanaf 2001 zoekt de 49-jarige verdachte Frank R. uit Kuik op internet naar minderjarige meisjes. Hij doet zich meestal voor als een jongen van een jaar of 18 en weet zo het vertrouwen te winnen van zijn slachtoffers. De gesprekken gaan al snel over seks. Zo'n 300 meisjes gaan uit de kleren en verrichten seksuele handelingen voor de webcam. De politie die vermoedt dan, zo wordt het verwoord in het procesverbaal, dat er sprake is van een grote groep slachtoffers. Jonge meisjes binnen en buiten Nederland die seksueel contact met u zouden hebben gehad. Ruim 4000 filmpjes en bijna 6000 foto's haalt de politie uit de flat en de auto van Frank R. Ze ontdekken dat het bij 11 meisjes ook tot fysiek seksueel contact komt. Sommige van die meisjes zijn niet ouder dan 12 jaar. Wat we inderdaad zien is dat het van kwaad tot erger werd. Het werd extremer, het werd meer, het werd heftiger. Voor een hier en daar werd het zelfs gewelddadig. De aanklachten liegen er dan ook niet om. Frank R. staat terecht voor grooming, verkrachting en ontucht. Op de eerste dag van de inhoudelijke zaak gisteren claimt Frank R. dat hij vrijwillig nooit met zijn acties gestopt zou zijn. Een drang die het besef dat het niet mocht wat hij deed opzij zette. Dus de drang was sterker en op het moment dat de drang sterker is, dan kun je niet beheersen. Ja, hij noemt dat een ziekte, noem het een stoornis, maar er is in ieder geval wat aan de hand waaraan gewerkt moet worden. En vandaag betuigt de verdachte officieel spijt voor zijn acties. Hij beseft zich nu pas wat hij de meisjes heeft aangedaan. Morgen komen de slachtoffers achter gesloten deuren aan het woord. De uitspraak wordt woensdag verwacht. Ja, Saskia Belleman, je was bij de rechtszaak vandaag. Spijt is betuigd, een soort psychische overmacht wordt een beroep op gedaan. Althans, zo lijkt het. Wat is er vandaag zoal besproken waardoor zijn karakter duidelijker werd? We hebben het aangehoord, zijn persoonlijke omstandigheden. Er werd verteld dat hij op zijn 15e van huis is weggelopen. Er waren veel spanningen met zijn ouders die hem te strenge regels oplegden, zei hij. Hij is toen in een internaat beland. Dat ging op zich eigenlijk wel goed. Daar waren ook regels, daar had hij misschien soms ook moeite mee, maar daar wist hij zich wel in te handhaven. Hij is op een gegeven moment met een vriendin gaan samenwonen. Daar heeft hij ook een kind mee gekregen. Dat kind bleek, een meisje, bleek PDD-NOS te hebben, een aan autisme verwante stoornis. Daar kon hij niet mee omgaan. Hij heeft toen de opvoeding eigenlijk aan zijn vriendin overgelaten en bemoeide zich daar verder niet meer mee. En ja, dat luidde tevens het einde van de relatie in. En was dit allemaal een opmaat naar een verklaring waarom hij uiteindelijk met 300 verschillende meiden seksueel contact had? Nee, dat weten we dus niet. Je kan er natuurlijk van alles bij bedenken dat het er misschien iets mee te maken heeft, maar dat is niet zo uitgesproken of benoemd. Maar we kregen wel een schets van een leven dat niet over rozen is gegaan. Dat is een ding dat zeker. Hij was ook depressief, hè, toen het begon. Hij was daar een slechte periode. Dat was niet meteen zo, maar hij heeft op een gegeven moment 2 veroordelingen achter elkaar gekregen voor rijden onder invloed. En die in 2005... werd gevolgd door een langdurige rijontzegging. Hij had in die periode een bloeiend gevelreinigingsbedrijf. En ja, dat kon hij niet meer uitoefenen zonder dat rijbewijs. Dus dat is over de kop gegaan. Dus hij had tijd op. Dat leidde tot depressie, dat leidde tot zich nog verder terugtrekken. En dat heeft destijds ook een verheviging in die internetcontacten opgeleverd. Nou begrijp ik, als ik het goed begrijp, hij is rond de 40 op dit moment. En hij is 49 zelfs, nou bijna 50 zelfs. Ja. Hij deed zich voor als 18, 19-jarige bij de meiden. Ja, hij liet ook foto's zien, hè, van een mooie jongen met een ontbloot bovenlijf die op een bank zat. En ja, deed zich voor als een jonge knul die heel goed meisjes begreep. Luisterend oor gaf. Het ging ook vaak om meisjes die wat problemen thuis hadden, die wat problemen op school hadden misschien. Ja, je zou zeggen wel, pubermeisje heeft dat niet. Ze zijn onzeker. Ze kwamen terecht in een warm bad van aandacht. Dat bood hij ze. En ze werden verliefd op hem. Op ja, afstand. Wat ik niet goed zie of begrijp, daar komen we ook nog over te spreken. Uiteindelijk is er eerst alleen via internetcontact met die foto van die zogenaamde jongere versie van deze verdachte. Maar hij heeft ook een aantal in het echt ontmoet. Ja. Ja, en dan zie je een man die echt geen 18 of 19 is. En toch gaat daar iets niet goed. Nou ja, dat is iets wat we ons allemaal in de zaal hebben zitten afvragen toen we hem zagen. Van, hoe kan dat? Hoe kunnen die meisjes daar toch op in zijn gegaan? Want ja, wij zagen daar een beetje een magere man, bleek, kaal. Oorringetje, piercing in zijn kin. Dat zegt helemaal niks. Op zich is kaal natuurlijk niet een bewijsmiddel. Maar
Het is in dit gezelschap misschien een... Maar er waren nog wat andere dingen, Umberto. Nee, dat geloof ik. We dachten van, dat is niet heel logisch. Maar je moet je voorstellen, die meisjes die zijn maandenlang bewerkt door hem vaak. Hij heeft aandacht voor ze gehad. Hij heeft met ze gepraat. Die meisjes die kregen vertrouwen in hem. En dat warme bad van aandacht, dat was voor hen heel erg belangrijk. Nou, dan was het zo dat sommige meisjes dachten van ja, hij heeft zo ver gereden, nou kan ik hem niet meer wegsturen. Dus die gingen erop in. Er waren ook meisjes die zeiden ja, hij had mij tijdens die webcamcontacten af en toe ook bedreigd. Als ik iets niet wilde doen, dan zei hij dat hij me op zou zoeken. Of hij zei dat hij de beelden zou verspreiden via internet of naar mijn klasgenoten zou opsturen. Ze waren misschien ook bang. Lisbeth, nou is er een methode en die noem jij sweet, sneaky, sick. In die drie stappen. Misschien moeten we die drie stappen even kort. Eerst is het sweet, dan wordt het sneaky, dan wordt het dus sick. Ja, en bij deze man is die eerste fase vrij kort geweest, heb ik begrepen. Niet ja, sommige eerste, contacten maar... niet hoor. Sommige duren heel lang, die sweet fase. Maar dit is eigenlijk altijd de methode die groomers gebruiken. Dus eerst je op hetzelfde niveau als het slachtoffer stellen. Dus dan praat je met een kind en dan verdiep je je ook in de belevingswereld van die meisjes. Hè, zodat je het ook leuk over... mode kan hebben en over make-up en dat soort dingen, bij wijze van spreken. Als je dat een tijd gedaan hebt, en die meisjes die vinden die aandacht erg leuk. Hè? Ze worden ook verliefd op de aandacht, niet alleen verliefd op het plaatje. Nee, verliefd op de aandacht en verliefd op de liefde die ze krijgen. Want wat is er niet leuker dan als je een meisje van 10 bent, dat een man zegt, of een jongen zegt van 18, want dat is op dat moment wat je een denkt. Een mooie jongen ook. Een nog. Mooie jongen, dat je het mooiste meisje van Nederland bent. Ja, dat is wat je wil horen op die leeftijd. Dus... eerst sweet, hè? Dus dat is de eerste fase. Dan wordt het sneaky. En sneaky, dan gaat hij wat bewustere dingen doen, tactische dingen doen in dat contact. Dus bijvoorbeeld, een van de meisjes zei ook... ik kon zo fijn met hem praten over de echtscheiding van mijn ouders. Ja. Dus wat hij doet, is geheimen over de ouders, geheimen over de vriendinnen en de vrienden verzamelen, die hij daarna kan gebruiken in het manipuleren van die meisjes. Dus dan wordt het sneaky, het contact. Dan is er op dat moment nog niet eens veel aan de hand, bij wijze van spreken. Dan begint veel het manipuleren. Het is nog niet sick. Maar in die tweede fase... Wat hij wel doet, is hij zondert op dat moment die meisjes al af. Dus wat er dan gaat gebeuren, zal niemand ooit nog weten. En dat denk ik naar de ouders wel. Maar Lisbeth, zoals we hier bij elkaar zitten... De rechtszaak moeten we afwachten wat uiteindelijk bewezen wordt verklaard. Maar waar wij misschien als ouders of geïnteresseerden van wat kunnen leren... Hoe kan je, of is het überhaupt te ontdekken, te erkennen dat jouw kind, jouw dochter wellicht, contact heeft met zo iemand? Nou, dat is heel moeilijk. Laat ik dat op de eerste plaats zeggen. Het is ook iets wat je niet alleen bij de ouders kan neerleggen. En de enige instantie die ik kan bedenken die hier een rol kan spelen, zijn de scholen. Want ouders, kijk, het gebeurt altijd in een leeftijd tussen 10 en 16 jaar. Dat is de leeftijd waarin kinderen zich moeten afzetten tegen hun ouders. Daar begint het al mee. Wat ze dan doen is veel meer tijd in de media doorbrengen. Daar willen ze zich mee associëren of ze maken keuzes waar ze zich mee willen associëren. En daar lopen ze de risico's. Dus het vervelende is dat de symptomen van slachtoffers van grooming... eigenlijk ook lijken op eigenschappen van een echte puber. He, dus dat is je afzetten, je mobieltje niet met rust kunnen laten, slecht concentreren op school, 's nachts laat nog achter je computer gaan zitten, zo gauw je ouders binnenkomen lopen, meteen het scherm op zwart. He, dus dat zijn eigenlijk normale pubersymptomen. Dus het is heel moeilijk om... je gaat als ouder ook niet meteen het slechtste denken. Nog even, want ik bedoel tot slot nog. Want ik zag dat jij, Goedelen, toen er werd gezegd van... oké, hij heeft spijt van zijn daden. Toen schudde jij meteen van nee. Nee, het was ook niet omdat, echt zo. Oh, was niet echt zo. Wat heel typisch is aan zo'n pedofiel... want hij is een pedofiel via het internet... en die zijn zo goed in manipuleren, en dat horen we, en die bespelen die. Ja. Maar die blijven ervan overtuigd... Ja. Het kind heeft het zelf gewild. Ja. En dat zeggen zij tot in de treurnis. En dat is zo pijnlijk voor de slachtoffers. Want ze zeggen, ja, maar jij hebt het zelf gewild. Ja. En dat die is zijn daar ook wat van deze overtuigd. Man zei vanmiddag. Die zei, die heeft een aantal malen herhaald van... ja, maar als ze nou hadden gezegd dat ze het niet wilden... dan had ik het niet gedaan, dan was ik gestopt.
Maar hoe terwijl pijnlijk. Er filmpjes zijn waarop gezien is dat meisjes zeiden... nee, 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 dit wil ik niet, meerdere malen. Mm. En hij ging gewoon door. Ja. En ja, dan komt die spijt toch een klein beetje in een vreemd daglicht te staan. Hij zei op een gegeven moment wel dat hij vond dat hij grenzen over was gegaan... dat hij het niet had moeten doen. Maar zei hij ook, dat was nou eenmaal mijn gedachtenwereld. En ik had er uit mezelf niet mee kunnen stoppen. En hij heeft het zelfs de hele tijd gehad over relaties en vriendschappen die hij had met die meisjes. Ja, het ligt nu onder de rechter. We blijven gewoon die zaken volgen. En jij blijft de zaken volgen. Dankjewel, Saskia Bellema. En morgen ook in de Telegraaf, neem ik aan. Dankjewel.